Dames en heren, voordat we de video van Disneycraft officieel laten starten, wil ik vertellen dat de webcam helaas niet op staat. De camera heeft een foutje gemaakt en heeft de bestand niet opgeslagen. Toen ik op de stopknop drukte van de opnames, heeft die niet opgeslagen. Ik wil me even rectificeren, op het gebeurt het niet meer, maar geniet alsnog van de video. Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij LOL in Disneycraft aflevering 37 als ik me niet vergis. En we gaan weer wat beleven. Mensen, van één persoon goed, ga eens naar dingetjes waar bezoekers niet kunnen komen. Nu, hier kunnen bezoekers wel komen, ik zet in de uitkijktoren. Maar ik zal even een common in beeld laten komen, boom. En Brandon de Maaier, als ik het goed uitspreek, vroeg, ga eens het huis van Up. Daar is het huis van Up. Daar gaan we eens naartoe. Mijn geluid, oh, ik heb mijn headset niet uitzeggen. Lekker handig. Oké, zo. Dat was even... Lekker handig. Goed. Laten we verder gaan. Naar het huis van Up. Even kijken. Hier is het huis van Up. Het hing in het Sprookjesbos. En het hangt dus boven de Dalmatiërs. Dus verplaatst. Het hing hier toch niet eerst volgens mij. Maar goed. In het huis van Up is dus eigenlijk dit shopje. En hier kunnen VIP's voor 500 coins... de officiële webshop kopen. Dat heb ik hier ook in mijn inventory. Dit shirt, het I Love DC shirt, is niet meer verkrijgbaar. Dat was vroeger, ik heb mijn luide mensen dat zullen dat. Dat is cool van ja. Dat was vroeger verkrijgbaar bij de quiz bij het Sprookjesbos. Daar kon je vroeger dus, als je de quiz haalde, dan kreeg je dat shirt. Wat hebben wij op mijn AR check? Dat staat op 17 dagen, 23 uur, 55 minuten. Dus als ik denk ik nog wat langer speel, dan zet ik aan 18 dagen. Wat inhoudt dat ik dus bijna level 10 ben. Nu, ik heb toch VIP oneindig. En ik ben nu een jaar en twee dagen VIP. Jullie weten het, ik heb de special geüpload vrijdag. Om 4 uur is hij online gekomen. Wat zijn nog plekjes waar bezoekers niet kunnen komen? Eventjes denken, waar kunnen bezoekers niet komen? Nog niet komen. Dat is eigenlijk een heel verschil, want nog niet komen, dan kunnen ze er binnenkort wel komen. Maar waar ze helemaal niet kunnen komen, ja, daar kunnen alleen de VIP's komen. Dan moet ik even goed gaan denken, waar kunnen alleen VIP's... Oh ja, in de toren van Rapunzel kunnen alleen VIP's. Bovenin is ergens een deur, dacht ik. Hier zo. Nee, dat is het hier is de deur, kijk. Hier kunnen dus bezoekers niet komen, VIP's kunnen hier wel komen. In de toren van Rapunzel. Wat is hier te zien? Uitzicht op de... Ja, een beetje Sprookjesbos en zo. En dan kan je hier in Rapunzel gaan staan. Maar ja, dat is dus de toren van Rapunzel. Daar kunnen bezoekers niet komen, aangezien hier dus met Fly moet binnenkomen. Level 10'ers kunnen hier wel binnen, omdat zij dus ook Fly hebben. Level 10 is 20 dagen en 20 uur op de R-check. AR staat voor autorank. Dat is een plugin. Leroy is weer weg. Ik denk dat hij niet zo lang in de server was, by the way. Nee, hij was pas gejoined op 12 uur 7 en hij is geliefd op 10. En nu schrikker. Goed, wat is nog nieuw in aanbouw? Dat is dit. Dit is een nieuw sprookje. Dit is een nieuw deel van het Sprookjesbos. Kunnen hier eigenlijk al mensen komen? Dat vraag ik mij af. Ja, bezoekers kunnen hier al komen. Jullie moeten dan het pad volgen. Bij het reuzenrad moeten jullie zo langs lopen. En dan komen jullie dus hier op de torens uit. Wat wordt dit? Dit wordt een nieuw gedeelte. Wat staat hierop? Bezig met bouwen van een nieuw themagebied. Nieuwe attractie in aanbouw. Kabouterrek. Wat staat hier nog op? De kabouters mogen niet eens naar buiten het gebied. Er komen twee nieuwe attracties in dit gebied. Oh, er komt nog een nieuwe attractie in dit gebied. Oei. Dat is wel... Zijn nog altijd dat ding niet weggehaald, hè? Oké, lol. Maar er komt dus één nieuwe attractie bij. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus, ja. De nieuwe attracties, er zijn meerdere nieuwe attracties. Dit is ook een nieuwe attractie, wordt dit. Een loopattractie. Wat we dan hebben, even naar de Jafar warpen in het gebied van Arabië. Jullie weten dat vroeger Aladdin, die stond vroeger in het Sprookjesbos, de loopattractie van Aladdin. Maar nu dames en heren, staat die fatsoenlijk op zijn plek in Arabische themagebied. En dat is op deze plek. Niet denken, wat zijn die goalblocks hier te doen. Dat is, hier komen dan de dingetjes op de borders.
Wat zou die op Aladdin open over God? Duizenden één en over één nacht. 1001 jaar en over één nacht. Oké. Okay. Dat is nog lang. Ik ga even kijken. Is die ding hier nog? Nee, dat hebben ze alweer dichtgezet. Jammer. Er was hier een ding. Dus wij Pips kon hier binnen. Oh, toch niet. Hij is er nog, jongens. Ja, ik ga niet te veel laten zien misschien, want het zijn allemaal, moet ik het zeggen, ja, het zijn dus allemaal de dingen die behind the scenes zijn. En het zijn allemaal nieuwe dingen die nog nooit, denk ik, vertoond zijn. Maar dit is een wakkerij van de Aladdin. Je komt dus hier binnen. En er zijn twee wakkerijen, dus een fastpass, die gaan we even volgen. En dan komen we al bij het station uit. Attractie gaat deze kant. En wij zijn ook volledig in aanbouw, kijk maar daar eventjes. Meer ga ik niet laten zien, dat was even een... dingen, hoe noemt het weer? Een spoiler, ja. Kleine spoiler. Meer ga ik er niet van laten zien. We zijn hier ook al bij de border aangekomen. Border staat hier. Ergens, als ik me niet vergis. Nee, hij is al verplaatst. Hij is al verplaatst. Oké, dat is goed, want hij ging door de attractie heen. Maar hij is dus al verplaatst. Hier is normaal gezien wel de border. Ja, you have no permit to drive to this area. Wat hier nog is, is niks. Hier is een open vlakte. Wat stond hier, een berg stond hier. Hier staat een portaal, heel afgelegen. Waar zijn we nu? Hier, dit is allemaal nog niet bereikbaar volgens mij ook voor bezoekers, ofwel. Dit is langs de... Ah ja, dat is bij de platengrotten, dus daar kunnen bezoekers wel komen. Wat is nog nieuw? Ja, nieuwe attracties die volledig nieuw zijn, is bij Warp Hub. Moet ik even kijken als er al een Warp is voor de Areal. Maar Areal is nog altijd niet klaar. Small World wordt gerenoveerd, Teleut wordt gerenoveerd, de Magica is nieuw, wordt nieuw gebouwd. En dan hebben we Kabouterrit wordt een onderdeel. Dus er zijn al twee nieuwe attracties in aankomst. Dat is Ariel en de Magica. Er zijn altijd geen nieuwe achievements bijgekomen. Wat hebben we nog? Dit zijn alle sprookjes. Deze entertainers zijn altijd op zijn ding. De Aladdin, tijdelijke wapen niet beschikbaar. Clownaval wordt nog onderhoud. En Aladdin wordt ook een nieuwe attractie. Eigenlijk hebben we drie nieuwe attracties in het park. Drie nieuwe attracties. En dan ook eigenlijk die nieuwe attractie bij Kabouterrit. Dus ik denk dat we er vier hebben. Dus ja. En er komt ook, als we willen Alice kijken. Achter de Alice, jongens, kijk, als je bezoeker bent, kan je daar nog niet naartoe. Maar Pips kunnen erover en level 10. Hier komt dus ook een nieuw sprookje. Nu hier zijn al video's over gemaakt. Ik weet niet meer hoe dit heet. Ik weet dus niet hoe dit heet. Moet ik me willen beschamen? Nee. Ik ben geen Disney freak. Ik ken niet alles in Disney. Hier staat een heel grote Eiffeltoren. Maar dit is, ja, hier staat een achtbaan in. Devil Coaster. Maar dit wordt dus geen officiële attractie. Dus gewoon een lolletje van de crew. En ja, ik vind het nou altijd wel heel grappig. Hij staat hier gebouwd bij de Alice. Achter Alice en bij It's a Small World. Hier wordt dus de Small World gebouwd, hier binnenin denk ik. Ik weet niet precies hoe het nu in de werking gaat. Maar hier komt dus allemaal een nieuw gedeelte. Je ziet er tot alles nog gras en zo is. Hier wordt dus nog hard gebouwd door crewleden. En ik vind die Eiffeltoren echt huge. Devil Coaster, echt waar. Ik weet niet wie het gemaakt heeft. Volgens mij Leroy of zo. Echt, je bent helemaal weer. Je bent weer gek in je kop, Leroy. Sorry dat ik het moet zeggen, maar toch. Ik vind het wel een heel mooi ding. Dit kunnen ze eigenlijk, ja, waar kunnen ze dit zetten? Dit kunnen ze ergens zetten. Of in de Crea moet dat iemand zo gek zijn om dit om een Eiffeltoren te gaan bouwen. Ja, dat kan. Maar, ik weet niet, als het staat. Het grootste wat in de Crea gebouwd is, denk ik, is de Baron. Die is gebouwd door Steve. Maar ik weet niet, Steve, als hij nu fit is. Dat is een groot projectje. Er staat een video van op het kanaal van Vincent van de Plotwereld, dus kijk je maar eventjes terug. Ik denk dat dat een van de grootste projecten is. Er staan, hij heeft zelfs twee plots, en op zijn andere plots staat Speed of Sound. Dat is ook wel super vet. De Speed of Sound uit Walibi Holland is dat. Meer, ik weet niet, zijn er nog meer? Ja, dan doe ik maar mee. Hè. Zijn er nog meer dingetjes waar bezoekers niet kunnen komen? Moet ik even kijken. Ik denk het niet. In mijn hoofd weet ik het niet. Ik zie het op het moment niet. Waar kunnen bezoekers niet komen? En VIPs wel. Hier is dus de Ariel. Die wordt hier ingebouwd. Kunnen we hier ook even... Kunnen we hier binnen? Ja, we kunnen hier eventjes gluren. Want die bouw ligt hier echt al heel lang stil. Het is echt super lang ligt hij hier stil.
Dus het is ook duidelijk dat het hier niet af is. Dat is heel duidelijk te zien. Ze zijn hier beginnen bouwen, maar zijn wij er nog niet doorgedaan. Hier is het wel al klaar. Maar ja, het is nog allemaal niet klaar. En ik vind het jammer. Ja, jammer moet ik zeggen. Dat het nog niet af is. En ik ben benieuwd wanneer het afgeraakt. Wat jammer ook is als ik even bij Nawar Parade ga. Dat is hier in Studio Hall 2. Zou normaal gezien deze zomer Tarzan and the Musical moeten komen. Maar daar is ook niks van in huis gekomen. Vind ik ook wel een beetje jammer. Dit hing hier nog ergens op. Hier hing er op een bordje dat het deze zomer ging komen. Kermit hangt er nog altijd op van de Muppet Show. Studio 3 is hier nog altijd. En Studio The Chat is geclaard. Oké. Door wie? Door Rick normaal gezien dan. Als je geld of taalgebruik. Ja, oei, ik was er niet op let. Dit is nog van de Toy Story opening. Maar ik weet niet of ze hier nog blijft staan. Want dit is eigenlijk... Het staat voor de ingang van Studio 3. En als Studio 3 ooit gebruikt gaat worden, dat weet ik niet. Op het moment... is het niks. Het is een tijdelijke artiesteningang. Hier wordt in de studio's zelf wordt niks meer gedaan. Studio 2 is wel omgebouwd tot het theater. Dat is nu het volledige theater. Studio 1 is... Wat is Studio 1? Disneygraf Radio. Oh ja, Studio 1 is Disneygraf Radio. Maar daar kunnen we... Oh, we kunnen wel binnen de tv-studio. En dit is voor de crew. Oké, dit ben ik nog niet. Studio 1 DC Late Night. Oké, dus Studio 1. En hier is dan... oh, hier is die ene quiz gedaan. Oh, daar kunnen we niet in. Oké, dat is eigenlijk wel. Wat staat hier nog op? Lampstudio uit, lampstudio aan. Nu wat. Oké. Maar dit is dus een van de tv-studio's van de van Disneycraft. Ze hebben ook een groter gebouw met tv-studio's. Dat is in Duckstad. Dat de Da Vinci Style of Disneycraft Productions NV. Daar zijn ook nog tv-studio's. De parade staat hier ook al een hele tijd. En die gaat af en toe wordt die aangezet op vraag van bezoekers. Hier is dat hokje waar dat wordt bediend. We zien hier dus ja. Een liedje van de parade, liedje uit. Oké, waar kunnen bezoekers nog niet komen? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, bij attracties, in de scènes van attracties kunnen bezoekers allemaal niet komen. In de openlucht attracties kunnen wij dus wel komen, zoals hier. Dit is eigenlijk niks van attractie, denk ik. Of wel, hier staat een achievement, volgens mij. Zit, dus ook, het zijn wel achievements. Ja, maar hier is niks. Ik dacht dat er hier ook een attractie in komen. Aangezien hier rails zijn. En dit is niet van de Toontown trein. Toontown treintje rijdt hier boven over. Maar ja, hier komen dus... Ik dacht dat er een attractie ook zou komen misschien met karretjes. Zo voor kleine kindjes, zo'n autoding, zeg maar. Ja, dat had ik eigenlijk wel gedacht. Hier is niks, er staat ook niks van naam op. Maar we zijn in één keer in Toontown. We zijn gestalden in de uitkijktoren en nu staan we bij Toontown. In de studio's. En ik denk dat we het hierbij gaan laten voor deze aflevering. Ik ga hierboven staan op de hoed van Mickey. En we gaan afsluiten voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie dit weer leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer voor meer video's. We gaan natuurlijk woensdag verder met een random video. Vrijdag No Limits. En zondag gaan we waarschijnlijk weer een nieuwe Aquario video online komen. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende video. Later!